en heren, welkom bij dit Instant Cabaret. En de titel van dit Instant Cabaret wordt Een halve lockdown is hetzelfde als een hele lockdown. Wanneer houdt het eindelijk eens op? Wanneer houdt het eindelijk eens op? Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Maar in plaats van jaren lijkt het maar maanden dat een cirkel zich herhaalt. Dezelfde cirkelgang, dezelfde trucs, maar nu nog een stapje verder dan eerder was. Ach ja, die halve lockdown komt die gasten goed van pas. Ach ja, die halve lockdown komt al die gasten goed van pas. Nee, ik hou niet van politiek. Nee, ik hou niet van politiek. Maar die gasten gebruiken die halve lockdown. Een halve lockdown, een halve lockdown, is er veel verschil dan van die lockdowns. De eerste en nu de tweede, de eerste en nu de tweede, de eerste en nu de tweede lockdown. Bestaan er wel halve lockdowns, dames en heren? Bestaan er wel halve lockdowns, dames en heren? Is dat niet een beetje in tegenspraak met zichzelf? Een lockdown is toch een lockdown? Hoe kan die dan een halve lockdown zijn? Maar ja, moeten we naar ons verstand of naar ons hart luisteren? Of naar hun verstand? Zeker niet naar hun hart. Een hart is zo breekbaar, dat weet bijna iedereen. Een hart kan zo breekbaar zijn, dat weet iedereen. Zo breekbaar als glas. Alles van waarde is hem zonder weerstand. Het hart is zo breekbaar als glas. Alles van waarde kan zo wegwaaien in de wind, in de wind. De lockdown bestaat niet, dames en heren. Knoop het in uw oren, want een halve lockdown bestaat niet en zal nooit bestaan. Het bestaat niet en zal nooit bestaan. Deze diepe nacht, ach, het werd niet helemaal een avondklok. Het werd niet helemaal een avondklok. Het loopt net iets anders als je verwacht.
Ach, alle horeca gaat op slot en is op slot en gaat op slot en is op slot. Ze maken alles kapot. Alles gaat op slot en is op slot en ze maken alles kapot. Dat kan toch niet zo doorgaan? Dames en heren, dit kan toch niet zo doorgaan? Dat ze alles zo kapot aan het maken zijn. Dat ze alles zo kapot aan het maken zijn. Ja, dames en heren, ik weet veel. Met u zijn het met alle nieuwe dingen eens. Maar bent u zich niet bewust dat er nog extra dingen bij kwamen dan vergeleken bij hoe het ergste was in de ergste lockdown die we als eerste lockdown meemaakten, komt nu de tweede. En daar komt het, en daar gaat het nog net een stukje verder natuurlijk, hè? Want we hebben een heel duidelijk plan. Het plan is in 4 fasen opgesteld. En het ligt net aan de fase waarin u zit als land. In welke categorie u valt. Allerlei fases. Allerlei kleuren. Want er kan zoveel gebeuren. Ja, dames en heren, weet u, corona betekent kroon. Het kroon op een weg. Ja, dames en heren, daar hadden we het al eerder over, hè, dus ik zing niets nieuws hoor. Corona betekent kroon. Het kroon op een werk, en wiens werk zou dat nou zijn? En wiens vier fase plan zou dat nou zijn? Maar zoals al werd opgemerkt eerder, hoeveel fases zijn er genoeg? Zouden we uiteindelijk niet tot een soort nulfase moeten terugkeren? Een normaal zou je dat kunnen noemen in deze nogal abnormale tijd. Deze abnormale tijd. In deze abnormale tijd. Nou, voelt u zich nu nog vrij? Mag ik u vragen, voelt u zich nu nog vrij? Voelt u zich nu nog vrij? Mag ik u vragen, voelt u zich nu nog vrij? Het huilen is nader dan het lachen, maar toch moeten we vooruit gaan in de tijd. En niet achteruit gaan en niet dingen halen die er eens al waren, nuts, say no more. Dingen die eens waren, lijken nu volledig verleden tijd. Alle symbolen worden afgebroken. Het lijkt wel of die oude tijd nooit heeft bestaan. Wat zijn toch hun plannen? Waar zijn ze toe bereid? Zijn toch hun plannen? Wanneer is iedereen weer bevrijd? Zijn rare plannen die ze hebben gesmeed? Zijn rare plannen dat u het niet vergeet? Zijn rare plannen van die mannen en die zogenaamde hoogmoeden? Wie kan u behoeden?
gelijk voorbij. In oneindigheid. De tijd glijdt voorbij. Ook al is dat hetzelfde voor jou en mij. De tijd glijdt voorbij, jij. En zingt in die oceaan van oneindigheid. De tijd glijdt voorbij. Ook dit moment is alweer voorbij gegaan. De tijd glijdt zo snel voorbij. Als een molensteen om je nek is de tijd. Het is allemaal te gek, dames en heren, wat er in deze tijd allemaal gebeurt. Hoe maken we nou nog een nieuwe blues van? Maar ja, corona blues, ja, dat klinkt wel heel afgezaagd, maar ja. Hoe afgezaagd is het tegenwoordig in deze wereld, hè? Hoe afgezaagd is die dikke plank, van die lange plank van de vrijheid? Het lijkt wel alsof van die hele lange plank, die jouw vrijheid als symbool is, steeds meer stukken worden afgezaagd, waardoor die plank veel korter wordt. Maar ja, goed, van de dik hout zaagt men planken, moet je me dan maar denken, hè? Ons eigenste voor ons leven, samen gevangen in ons eigenste in ons leven, de corona blues. Ach ja, ik zing het voor jou en mij, de corona blues. Ik zing het voor jou en mij. Is het niet hoog tijd om te keren? Om de menselijkheid terug te krijgen? Is het niet hoog tijd voor wat meer menselijkheid? En daarom zing ik de corona blues voor me en you. De corona blues, corona betekent kroon, weet u. Corona blues, corona betekent kroon, weet u. Corona blues. Het geldt voor jou en mij. Deze corona blues, corona blues, corona blues. Ach, laten we vrolijk zijn. Nou is het alleen voor deze dag. Ach, laten we wat meer ruimte maken voor die gulle lach. Ach, laten we nog een keer vrolijk zijn met elkaar. Met elkaar. Hoe lang is dat alweer geleden? Wat
we vrolijk waren met elkaar. Ieder met ons lief en leed. Laten we vrolijk zijn met elkaar. In deze duisternis. Duisternis. Klinkt in de verte een troubadour. In deze duisternis. Hij durft zich bijna niet meer op straat te begeven. In deze duisternis. In deze duisternis. Weet niemand nog waar die aan toe is. In deze duisternis. Deze duisternis. Weet niemand meer. Weet niemand meer waar die nou echt aan toe is. Aha. Maar er wordt wel gehandhaafd hoor, of je nou weet wat er gaande is of niet. Er ligt nog heel wat in het verschiet, dames en heren. Het is allemaal geen eenvoudige situatie voor niemand. En voor sommigen is het nog veel erger dan voor anderen. Soms zeggen ze wel eens, ja, in Nederland hebben we toch allemaal toch best wel goed, hè, met z'n allen. Ik bedoel, hebben? Nou, ik denk dat die tijd langzamerhand ook wel weer een beetje verglijdt. In een vorm van oneindigheid. Want komt die mooie en goede oude tijd ooit nog eens terug, dames en heren? Ja, maar... Komt die goede tijd ooit nog eens terug? Komt die mooie, goede, oude, normale tijd ooit nog eens terug? Komt die goede, oude, normale tijd nog ooit eens terug? Daarom zing ik de blues, de corona blues, zing het samen met mij. Corona blues, zing het samen met mij. Corona blues, zing het samen met mij. Zucht naar de vrijheid, corona blues. Dames en heren, het leven lijkt wel één groot bluesong te worden. What happens here, ladies and gentlemen? Corona blues. Ach, dat is helemaal niet genoeg meer in deze tijd, in deze tijd. De corona blues. Ach, dat zingen is toch lang niet meer genoeg. Het lijkt wel een einde van vrijheid. We krijgen dat ooit nog eens terug. Corona blues, ach, ben ik nog lang niet aan toe hoor. Corona blues, ben ik nog lang niet aan toe. Corona
corona blues. Ach ja, daar ben ik nog niet veel aan toegekomen hoor. Er gebeurt veel te veel in een korte tijd. Corona blues? Ach, daar ben ik nog niet toegekomen. Er gebeurt veel te veel in een veel te korte tijd. We raken het allemaal kwijt. Als we niet uitkijken, hè, dames en heren. Als we niet uitkijken, dames en heren. Kunnen we dat allemaal wel nog aan? Is het verstand niet van de baan gegaan? Is het niet uit zijn rails geraakt? Waar is het verstand gebleven? Is het alleen nog maar een manipulatie van cijfers in ruil voor de zielen die zij geven? Lijkt wel alsof ze een stukje van hun ziel afgeven in ruil voordat ze ons kunnen bestieren. Het lijkt wel of ze een stukje van hun ziel afstaan. Het is niet meer te geloven. Dit lijkt wel hun bananenland. Het is niet meer te geloven. Een bananenland. Ach, wat is hier aan de hand, dames en heren? Waarom gaat het land voor een tweede keer op slot? Waarom is er een plan in vier delen? Waarom gaat dit land kapot? Veel te korte tijd. Dat is het niet meer normaal hoor. Dat is niet meer normaal. Het lijkt wel een plan. Het lijkt wel een beetje voorbereid. Ik bedoel, die vier fasen dan. Is dit het einde van onze normale tijd? Het lijkt wel een plan. Doorgestoken kaart. Maar dames en heren. Is dat uw vrijheid waard? 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 Definitief kwijt. Zijn we nu het definitief kwijt? Zijn we nu definitief de weg kwijt? Zijn we nu definitief de weg kwijt? Voor altijd de weg kwijt. Voor altijd de weg kwijt. Voor altijd de weg kwijt. 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 Wat is een goede weg? Op te gaan. Kunt u het mij vertellen? Wat is een goede weg om op te gaan? Vindt u nou dat het ons allemaal op de juiste manier
hebben verteld. Welke weg we op moeten gaan. Dit leven is een groot korenveld. Als je boven het maaiveld uitsteekt, wordt je kop er afgehakt, zegt een oud-Hollands gezegde. Ach ja, ik heb het niet van mezelf hoor. Ja, dames en heren. Spannende tijden zien we dat veel te veel mensen lijden. Spannende tijden zien we dat veel te veel mensen lijden. Deze spannende tijden, deze spannende tijden waarin veel te veel mensen lijden. Misschien wel overdreven lijden, misschien wel onnodig lijden in deze spannende tijden. Tijden met geweld, u heeft het gezien dit jaar. Tijden met geweld, van voor- en tegenstanders. Ach, het geweld maakt het niet anders. In tijden van geweld, in tijden van geweld. Zijn de voor- en tegenstanders gewelddadig, maar het geweld zelf is niet anders. Stop al het geweld. Al het geweld, alle vormen van geweld, want er zijn zoveel vormen van geweld, hè. En allerlei gradaties daarin natuurlijk. Het leven is een eenrijging van allerlei subtiliteiten die zeer subtiel aan elkaar verbonden zijn. Nou ja, als een spinnenweb, hè? Ja, als je daar je vinger in steekt, dan is het hele web als het ware en het hele netwerk natuurlijk eventjes weg, hè? Er was eens in de vechten een zot. De dorpsgek die zei, ja dames en heren. De dorpsgek die zei, ja dames en heren. Het lijkt nu wel het begin van een rem, ja dames en heren. Maar ja, ik wil niet zo negatief zijn, want je moet altijd positief blijven natuurlijk. Maar ja, die dorpsgek die hoorde ik daar in de verte wel zeggen, ja dames en heren. Dan wordt het echt een gek, hè? Ja, dan kan het niet meer, hè? Dit is een beetje aan het doordraaien. Want wat er nu gebeurt, wordt nog serieuzer en beperkender en meer beperkend en meer de vrijheid ontnemend. Ja, dames en heren, is het nou echt zo dat wij daar met z'n 2/3 voor kiezen, zoals de media zegt? Het is maar een vraag. Het is beter gevraagd dan helemaal niets gezegd natuurlijk. Het is maar een vraag. Aan Den Haag. Ik heb maar een vraag aan Den Haag. Hoe lang laat u dit nog toe? Tweede Kamer, hoe lang laat u dit nog toe? Ja, want de Tweede Kamer is toch de volksvertegenwoordiging? De volksvertegenwoordiging, dus ook de vertegenwoordiger van mij, hè? En ja, ik ben het niet eens wat u allemaal zegt, dus wat klopt dan niet in de volksvertegenwoordiging? Meneer en mevrouw van de Tweede Kamer, kunt u alsjeblieft zeggen wat klopt dan niet in de volksvertegenwoordiging? Wat klopt dan niet in uw volksvertegenwoordiging? Als het volk toch duidelijk bepaalde dingen zegt die niet weer klanken in de moties die u niet weerlegt. De moties die u accepteert. Thank you.
lacht van wanhoop. Een nacht van stilte. Het is nog net geen wanhoopsdaad. Maar het is buiten zo stil en binnenin ook zo stil. Het is binnenin zo stil. Maar buiten. Het is nou net dat er geen avondklok luidt, maar dat kan ook symbolisch gezien worden, zien mijn vorige cabaret. Dames en heren, het is al bijna weer het einde van dit verhaal. Verhalen kunnen heel lang zijn soms, maar ik probeer het zo kort te houden voor u allemaal. Dit is geen grap, maar dit is ook de volgende stap. Kan er daarna nog een stap terug gedaan worden? Of gaan we alle vier categorieën van intensheid af? Het plan is duidelijk te zien en openbaar gepresenteerd, dames en heren. Het is maar dat u het weet. U kunt het allemaal nalezen op officiële sites hoe dat vierfaseplan in zijn werk is. Maar alleen de eerste fase van een vierfaseplan, ach ja, dan zitten we zover zoals we nu zijn op dit moment. Maar is dan nog terug naar nul, een nulpunt, een soort perron nul, een nulpunt? Is er nog een weg terug naar het nulpunt, het normaalpunt, het punt van normaal zijn met elkaar? Nieuwe normaal zoveel beter? Is dat nieuwe normaal zoveel beter? Vindt u dat nieuwe normaal beter? Is het echt zoveel beter? Het wordt een lange winter. Wordt een lange winter voor te veel eenzame mensen. Wordt een te veel te lange winter. Het wordt een lange winter. Wordt een lange winter. Wordt een lange winter. Een veel te lange winter. Veel te lange winter. Eenzamen in dit land. Wordt een lange winter, een veel te lange winter. Het wordt een lange winter, een veel te lange winter. Voor alle eenzame mensen, al die arme mensen in dit land. Die opgesloten worden of zich tenminste zo voelen in dit land. Opgesloten voelen of werkelijk opgesloten zijn en bijna sterven van eenzaamheid en bijna sterven van eenzaamheid, bijna sterven van eenzaamheid. Dames en heren, ik wil u danken voor het luisteren naar dit Instant Corona Cabaret, de zoveelste aflevering. Dit keer heeft het de naam De Halve Lockdown. Goedenavond.